We staan hier in Meppel. Wat is hier precies aan de hand? We hebben vannacht rond 1 uur of 2 een melding gekregen van een explosie. Dat bleek in een woning te zijn. Door die explosie is de achtergevel van de woning er compleet uitgeslagen en de voorgevel van de woning is ontzet. Dat betekent dat de woning nu dus ook instabiel is. Er is in korte tijd ook brand geweest en dat is nu wel onder controle. Er is heel groot opgeroepen, grip 1. Waarom grip 1? Er is een grip 1 situatie uitgeroepen en dat betekent omdat er meerdere hulpdiensten samenwerken rondom dit incident. Er is brandweer betrokken, er is gemeente betrokken omdat er woningen ontruimd zijn en er mensen opgevangen moeten worden. Er is politie betrokken en omdat dat een samenwerkingsvorm is, heet dat een grip 1. Het is een rijtjeswoning, de tweede vanaf de hoek. Is het hele blok ontruimd? Er zijn een aantal woningen ontruimd naast de woning waarin de explosie geweest is. De bewoners van die woningen die kunnen of zelf onderdak zoeken of die krijgen onderdak via de gemeente en worden opgevangen natuurlijk. En dat is natuurlijk een grote schrik als dat naast je huis zomaar gebeurt midden in de nacht. Zijn er gewonden? Voor zover weten zijn er op dit moment geen gewonden. Wij kunnen alleen de woning op dit moment niet betreden. Dat is structureel op dit moment niet veilig voor hulpverleners om naar binnen te gaan. Dus wij weten niet of er zich nog iemand in de woning bevindt. We weten wel dat omwonenden vlak na de explosie iemand hebben zien weglopen die gewond leek. Die persoon hebben wij nog niet gesproken, dus daar zijn wij naar op zoek. Daar is een Burgernet-melding van uitgegaan. Ja, daar is een Burgernet-melding van uitgegaan omdat het erop leek alsof die persoon gewond is. Dus we zijn natuurlijk bezorgd om hem en willen graag hem spreken, ook om te kijken of hij iets weet over de oorzaak van de explosie. De oorzaak, is daar al iets van bekend, enig inzicht in? Ik kan op dit moment nog niks zeggen over een mogelijke oorzaak van de explosie. Dat heeft ermee te maken dat het pand zelf nu nog te instabiel is om te betreden en dat we dus ook op dit moment nog geen onderzoek kunnen doen wat de explosie heeft veroorzaakt. Inderdaad, nu hier het STH-team. Wat houdt dat precies in? Nou, dat is een gespecialiseerd team hulpverlening. Die gaan de instabiliteit van de woning bekijken. Eerst aan de buitenkant, zodat ze daarna een binnentreding kunnen doen. Er is verder nog niemand binnen geweest? Er is nog verder niemand binnen geweest, omdat het pand gewoon te onstabiel is om te betreden. Wat is de specialiteit van het team? Nou, het onderzoeken qua constructies en ze gaan kijken van als het veilig mogelijk of veilig genoeg is. Ze kunnen onderstoppen en daar hebben ze al hun materiële voor. Daar zijn diverse van in Nederland. Ja, er zijn 5 STH-teams, het specialisme technische hulpverlening. En er zijn inderdaad 5 teams zijn hier, niet hier, maar zijn in Nederland aanwezig om een veilige werkomgeving te creëren. Eventueel lokaliseren van slachtoffers en alles wat met specialistisch team te maken heeft. Ook bouwkundig, hè? Bouwkundig zeker. Bouwkundig zeker om alles zorgen dat alles in veiligheid staat. Zodat er eventueel binnen in het pand ook gezocht kan worden. Daarnaast hebben wij natuurlijk tijdens onze alarmering zijn wij hier zo snel mogelijk deze kant op gekomen. En hebben de brand aan de buitenkant kunnen blussen. Alleen we weten dat het nu nog niet verder gaat aan de buitenkant. We weten nog niet wat er binnenin is op dit moment. De huizen aan de beide kanten van de woning, ja. Hoe is het daarmee? Nou, ook daar is het team voor. Het team gaat daar ook kijken van wat de stabiliteit van de huizen is. En dus daar is nog geen zekerheid over. Totdat ze het pand echt kunnen betreden. En dan kunnen ze ook de naastgelegen panden bekijken. De naastgelegen panden zijn ze ook nog niet binnen geweest? Daar zijn ze er zijn wel mensen uitgekomen, maar zijn ze nog niet binnen geweest. Want de eerste prioriteit is het veiligstellen van hun werkomgeving. Oké, en uw naam is? Edwin Veldman, Veiligheidsregio Drenthe. Ja, moet ik bij mensen gaan schakelen? Nee, maar gewoon in het ootje. Nee, serieus.